Na de vrije dag van gisteren pakte de selectie van PSV vanochtend de draad weer op in aanloop naar de competitiewedstrijd tegen VVV Venlo aanstaande zaterdag. Dat zal het dan moeten doen zonder de geschorste Marcelo en Dries Mertens, maar waarschijnlijk met aanvoerder Ola Toivonen. De Zweed had wat last van zijn kuit, maar lijkt gewoon fit voor de wedstrijd van zaterdag. Na wat paas- en trapoefeningen werd de groep in tweeën gesplitst en gingen de aanvallers doen waar ze goed in zijn. Scoren. De rest van de groep ging alvast wat dieper in op tegenstander VVV. Na een stevig partijspel was het tijd voor nog meer afwerken. De mooiste goal van de training kwam op naam van deze man, Tim Matafs.